Nou, zoals u heeft kunnen lezen, goedemorgen, heb ik besloten na rijp beraad om mij niet meer kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van D66. En zoals u ook heeft kunnen lezen, wilde ik dat gewoon niet nogmaals vragen van mijn gezin. Mijn man en mijn jong volwassen kinderen. Dus ik heb dit besluit genomen en ik heb er vrede mee. Wanneer hebt u het besluit genomen? Nou, dat is een... Het is niet een moment dat je een treinkaartje koopt. Ik was er al een hele tijd mee bezig. Het was echt een worsteling voor mij. Verantwoordelijkheid, leiderschap doorzetten versus wat het ook vraagt van je gezin. En ik ben al een hele tijd met die vraag bezig. En heeft die college door uitzending waarin uw dochter zich uitspraken, heeft die nog aan uw besluit bijgedragen? Dat is niet het moment. Het was wel voor mij wel weer een confronterend moment. Die zag ik niet aankomen dat ze zich met z'n tweeën op nationale televisie zo durfde uit te spreken. Ik bedoel, daar is ook moed voor nodig. En dat wist ik ook niet. Maar het is niet dat moment. Ik was er al een hele tijd, dacht ik erover na. En zij denken van, nou ja, er zijn ook andere mogelijkheden om land te dienen of zaken waar je voor staat, om daar een invulling aan te geven. En dat is ook een volwassen weging. Ik hoop wel dat het mensen en vooral vrouwen en meisjes niet weerhoudt om ook de politiek in te gaan, de nek uit te steken. Want wat we ook laten zien, dat je resultaten kunt boeken, maar het is een teamwedstrijd en je moet het met elkaar doen.